Mijn ultieme droom, dat is natuurlijk wel Olympisch kampioen worden. En dan het liefst op de 500 meter. Ja, dat lijkt me gewoon heel vet om gewoon als allersnelste op die afstand te zijn. Ik ben Femke Kok, 20 jaar oud. Ik schaats voor schaatsteam Reggeborg en mijn favoriete afstanden zijn de 500 en de 1000. Toen ik heel klein was, toen ging ik altijd met mijn ouders mee op natuurijs en dat vond ik super leuk. Dan ging je altijd van die tochtjes maken over van die watertjes waar je normaal met de boot vaart in de zomer. En daar kon je niet op schaatsen, dat vond ik altijd heel mooi. En toen ik ongeveer 7 of 8 was, toen ben ik op jeugdschaatsen gegaan in Tialf. En vanaf daar ben ik weer naar de club gegaan en toen naar het gewest en nu bij schaatsteam Reggeborg. De trainingen naar de aanloop van dit seizoen zijn wel een beetje anders dan vorige jaren. Omdat ik, ja, toen was ik nog junior en nu ben ik natuurlijk senior. Dus dit soort wedstrijden zoals het NK, daar moet ik nu echt pieken. En dat hoefde vorig jaar niet. Dus ja, ik werk nu wel een beetje anders toe naar die wedstrijden dan hoe ik voorheen deed. Ja, het is natuurlijk een gek seizoen door de corona. Dus we weten nog niet zeker of alle wedstrijden wel doorgaan. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Mijn doelen zijn wel een beetje om mezelf te verbeteren natuurlijk weer. PR's rijden en gewoon technisch vooruit gaan. En gewoon goede ritten neer te zetten. Wij kunnen gewoon in principe goed trainen. Natuurlijk wel met afstand en zo. Maar ja, en iedereen die werkt gewoon naar de wedstrijden toe die er zijn. Dus ik denk dat de kansen wel gewoon hetzelfde zijn gebleven. Nou, vroeger toen ik heel klein was, toen was Irene Wüst wel echt mijn idool. Het is wel echt bijzonder dat ik dan nu bij haar in de ploeg zit. Dat had ik niet gedacht toen ik zo klein was, nee. Nou, ze heeft natuurlijk zoveel ervaring en daar kan je heel veel van leren. Dus dat is heel fijn om zo iemand in de ploeg te hebben en die ook bereid is om gewoon advies en zo te geven. Ik vind het superleuk als je voor zo'n vol Tialf mag rijden. Dat geeft gewoon echt een boost en daar haal je gewoon heel veel energie uit. En dat is gewoon, ja, dat vind ik zo'n mooie belevenis. Als je dan aan de start staat en al die mensen in dat stadion. Maar ja, dat kan nu gewoon niet. Dat is gewoon heel jammer. Dus ja, ik ga dat wel missen, denk ik. Ik hoop wel dat ze gewoon via de NOS, via de livestream, gewoon op de bank ons lekker gaan supporten.